de nieuwe Tesla Model X. En die is natuurlijk elektrisch. En dan dachten we, ja, wat gaan we dan doen zo'n dag? We gaan kijken waar de brandstof, oh nee, niet de brandstof, waar de elektriciteit vandaan komt. Kijk, hoe ziet het? Ja. Hoppa. Calculating route 106 kilometer. En we hebben aan range nog iets van 300. Autopilot. En we werden geadviseerd om daar voorzichtig mee om te gaan. Zo hebben we meteen aangezet. Eens kijken hoe die doet. Ja, we gaan vandaag roadtrippen. We gaan best wel een eind rijden met een elektrische auto. Is altijd een dingetje. Maar we mogen halverwege eventjes aan een supercharger. Het snellaadnetwerk van Tesla. Om een beetje extra power te tanken en dat zal waarschijnlijk wel nodig zijn, want normaal gesproken zouden we dit makkelijk op één lading, één acculading kunnen doen, maar doordat we een video voor jullie opnemen en een aantal keer heen en weer moeten rijden, veel moeten remmen, veel moeten optrekken en omdat er een ludicrous mode op deze auto zit, zou het wel eens kunnen dat we net een beetje extra nodig hebben. Model X zelf. Ja, dit is echt de visie van Elon Musk. Hè? Elon die wilde een auto waar hij makkelijk zijn kinderen achterin kon schuiven en dat soort dingen allemaal. Dus daarom hebben we die gekke deuren. En, maar alles, een heleboel dingen op deze auto zitten er alleen maar op omdat hij vindt dat het nodig is. Dan kun je je vraagtekens bijzetten. Je kan denken van ja, waarom? Weet je, het maakt zo'n auto waarschijnlijk onnodig duur. Want nou, laten we daar meteen even mee beginnen. De prijs. Vanaf dikke 87.000 euro in Nederland een Model X. En zoals wij hem bij ons hebben, P90D, die was 133,5 ongeveer. Maar de P100D is er nu en die moet dik 155.000 euro opleveren. Dus nou ja, serieus veel centjes. Maar goed, dan krijg je dus wel een hele hoop gave techniek. Nu wil ik meteen over een deel van die techniek wel even een beetje zeuren en zeiken. Want hoe mooi mensen het misschien dan ook vinden, ik vind het niet eens heel mooi, maar zo'n centrale display waar alles in zit, waar je alles in moet instellen, ik vind het gewoon niet fijn werken. Als je stilstaat gaat het allemaal wel uiteraard, dan kan je gewoon snel doorheen en dan is het best wel overzichtelijk. Ik heb op zich niks aan te merken op de, zeg maar, de ergonomie en de menustructuren, dat zit allemaal wel redelijk goed in elkaar. Maar het is meer dat je, als je aan het rijden bent en zeker als je wat vlotter rijdt, dan, ja, het wordt allemaal zweverig dan en dan moet je iets intoetsen. Het zit eigenlijk te ver weg, het scherm, dat eigenlijk ongeveer hier moet zitten om het fatsoenlijk te kunnen bedienen. En als je dan iets aan wil raken, dan het is een beetje alsof je echt kacheltje lam probeert om met je wijsvinger het puntje van andermans neus te raken. Dat wil niet altijd, meestal prik je iemand in zijn oog. En in dit geval prik je dan op de verkeerde optie en dan doe je weer iets wat je niet wil. En het is gewoon irritant, ik hou daar niet van. Maar dat is verder wel een van de weinige dingen waar ik over kan zeiken in het interieur. Want het ziet er verder echt netjes uit. Leuk roadtrippen, we rijden gewoon file. Zo jammer dit, maar wacht. Dan ga ik meteen de gadgets aanzetten. Hoppa, 50 km/u en zelf sturen. En nu kan ik lekker rustig naar jullie gebaren. Zoals Wouter altijd doet in auto's zonder al deze systemen. Ik hoef mijn handen niet aan het stuur te hebben. Ze zeggen, af en toe als het echt nodig is, dan geeft hij een seintje. Dan zegt hij van, hey, nu even je handen aan het stuur. Maar ik hoef dat lekker niet nu. Ha! En de Tesla Autopilot die houdt niet alleen in de gaten dat je binnen de lijntjes rijdt, zeg maar. Dat geeft hij keurig weer met twee blauwe lijnen naast het autootje hier in mijn display. Maar hij ziet ook de vrachtwagen daar en hij herkent hem ook echt als vrachtwagen. En hij ziet de auto voor me en hij herkent ook motorfietsen. Dus voor alles heeft hij verschillende weergaven. Dus dat hebben ze wel goed uitgewerkt. Nou, motorisch gezien zijn er 4 uitvoeringen van de Model X en ik ga gewoon even mijn handen aan het sturen omdat ik het gewoon een prettiger gevoel vind.
Het zou dus niet nodig zijn, maar ik ga het toch doen. Er zijn vier uitvoeringen. Het begint bij de P60D. En het loopt op tot en met de P100D. En die getallen die staan eigenlijk voor het aantal kilowattuur wat de accu heeft. En dat is dan ook direct weer gekoppeld aan vermogen en range. Dus met een P60D dan, ja, heb je iets van iets meer dan 300 kilometer range, geloof ik. Theoretisch gezien, hè, volgens de NEDC dinges, dus in de praktijk nog net even wat minder. Maar de P100D die heeft dan weer dik 500 kilometer range. Dus dat is netjes. De P90D die wij nu bij ons hebben, die heeft 468 kilometer, zeg ik uit mijn hoofd. Ook op de provinciale weg werkt het gewoon, hè? Die autopilot is briljant. Een rotonde. Zou die dit kunnen? Ik hou mijn handen bij het stuur en bij mijn voet bij de rem, zodat ik in kan grijpen als het echt niet goed gaat. Maar ik denk dat ik nu zo wel zelf even moet wat gaan doen. Lekker Nederlands ook. We gaan richting de rotonde. We kunnen door, want alle andere auto's... Ja, precies, dat bedoel ik. Nou moest ik het toch echt even zelf doen en terecht ook. Kijk, en voor jou moeten we compenseren, jongen. Bedankt, hè. Auto. Dat gaat zo. Dat is geweldig. Mooi, hè? Oh, 6 plaatsen erin, joh. Ja. Dat was denk ik voor het eerst dat een Tesla Model X eventjes door diesel werd voortbewogen. Ja, wat vinden we daar dan van, hè? Nieuwe Tesla neus, nu ook op de Model S. Allemaal wat minder zwart en wat smaller openingetje dit, zeg maar. Ook wel strak, maar het is ook een beetje Tesla Model S en dan 120% verticaal uitgerekt. Ik weet niet of ik het hem heel erg knap vind. En er zitten dan van die kleine dingetjes die mij irriteren. Ik denk van, dit zou rechtdoor moeten lopen, maar er zit dan net zo. Klopt net niet helemaal. Ik vind het niet de allermooiste auto ooit ontworpen, maar lelijk is die ook niet. Het is, ja, het hangt er een beetje tussenin. Wat leuk is, wel, is er zit zo'n ultieme party trick bij dat je een afstandsbediening krijgt en als je dan op een knopje twee keer klikt, zo, dan gaat er van alles open. Hè? En dit trekt echt aandacht. Als je dit doet, maar niet uit waar, dan komen er meteen overal mensen vandaan. Daarom zijn we nu ook echt helemaal aan het eind van de wereld, zodat er geen mensen ons kunnen lastigvallen tijdens de opname. Maar er komen meteen overal mensen komen aan je vragen van, oh, wat is dat en waarom gaat dat zo? Nou, dat is dus een hele simpele reden voor. Elon Musk, die wilde dit. Die wilde dat er een grote auto werd, maar dat de deuren wel overal open zouden kunnen. Nou vraag ik me af of je in lage parkeergarages de deuren open krijgt. Ze stoppen soms wat eerder als het nodig is. Het zijn allemaal sensoren om te zorgen dat ze nergens tegenaan komen. Maar die deur die komt maximaal 30 centimeter buiten de auto als dat nodig is. Alleen als het nodig is. Nu staat hij er verder uit, maar als het nodig is kan hij dichterbij blijven dankzij een extra scharnier. Ja, hier zo in de hoek, zeg maar, of hier, ik zal het aanwijzen. Hier zo zit nog weer een extra knikpunt, dus dan kan hij nog weer dichter bij de auto blijven. Dat is op zich wel heel erg handig. Je kan dan toch altijd wel je spullen erin krijgen. Je moet alleen wel even op je hoofd letten, want dit komt dan naar beneden. Dus je moet er dan even onderdoor duiken, zeg maar. Ja, en wat ik dus ook nog even kan vertellen, is dat je binnenin 3 zitrijen hebt. Optioneel kan ook met 2 zitrijen, deze heeft er 3. En je kan ook nog een extra stoel hier, dus er kunnen 7 mensen in. Dus ik gok dat taxichauffeurs in Amsterdam, Schiphol en zo, dat die wel heel blij ervan gaan worden. Want dan kunnen ze extra klanten meenemen en dat, tenminste in ieder geval grotere groepen klanten. En daardoor kunnen ze dus meer klanten bedienen. En dan heb ik nog één dingetje over het exterieur te vertellen. En dat zal ik even doen terwijl ik er weer buiten loop. Dit grootste stuk glas ooit op een productieauto. Volgens Tesla, maar ik denk dat het wel waar is. De PR-medewerker van Tesla wilde mij niet vertellen wat een nieuwe ruit kost. Hij wist het ook echt niet.
Maar ja, stel dat je een keer een dikke scheur hebt of zo, dan denk ik dat je wel serieus in de beurt bent. Want die ruit die loopt dus echt tot hierdoor. Ja, tot hier. En hij is wel tot hier, zo'n beetje zit er een tint in, zodat je niet helemaal scheel van de zon wordt als die hard schijnt. Maar in Amerika zijn er al een hele hoop mensen die de auto hebben, die meteen ook een folie hebben laten aanbrengen om het nog donkerder te maken, omdat ze helemaal gek werden van het licht wat naar binnen kwam. Nou ja, goed. In Nederland hebben we gelukkig niet zoveel zon, dus zal het niet zo'n probleem zijn. Weten hoe dat draait. We zijn al een tijdje onderweg nu. Een stukje van de snelweg af geweest. Nu zijn we er weer op. En hoe rijdt het dan? Het is een zware auto. Dat merk je wel als je gaat sturen. Maar goed. Wie koopt deze auto nou echt om bochten te zijn? Maar dat is ook wel een beetje het enige wat ik erop kan zeiken. Het is de aandrijflijn en het hele onderstel, zeg maar, zelfs van de Model S. Dus nou ja, dat weten we ook van dat het in principe gewoon goed in elkaar steekt. En dat het snel kan zijn. Die ludicrous mode. Ik zeg weer ludicrous. Die ludicrous mode is echt dwaas. Echt. Als je gewoon stilstaat en je hebt dat aanstaan en je klapt daar in één keer ik wil zeggen gaspedaal, maar het strompedaal naar beneden, dan gaat het ding wel zo verschrikkelijk af. Het is echt onvoorstelbaar. En hij gaat 3,4 seconden naar de 100. De P90D, de P100D gaat zelfs nog iets sneller, 3,3 seconden. En heeft een topsnelheid van 250 km per uur. Nou ga je dan wel echt keihard je accu's leeg janken. Dus ja, in de praktijk zul je niet heel vaak 250 km per uur gaan halen. Want dan is het echt heel snel gebeurd. Ja, we moesten even superchargen. Want we hadden natuurlijk veel te vaak die ludicrous mode gebruikt. Het is zo kinderachtig, maar zo leuk. Maar dan kan je wel weer even showen met je deuren die op afstand open gaan. Dat is dan wel weer leuk natuurlijk. Oh, dan kan ik meteen mooi demonstreren dat we vrachtwagens gaan inhalen. Kijk, en dat kan dus met autopilot. Ik moet wel mijn handen aan het stuur houden, maar ik stuur dus niet. Dan ga ik dus nu richting aangeven naar links. En weer uit. En dan ben ik van de baan gewisseld. Ik moet wel het stuur vasthouden, want hij vindt het onverantwoord om die manoeuvre uit te voeren terwijl ik wat anders zit te doen. En op zich geeft hij daar natuurlijk ook gewoon gelijk in, die auto. Ik praat erover alsof het een andere persoon is waarmee ik onderweg ben die dingen doet. Zo voelt het ook bijna. Dat is echt bizar. Gewoon zo'n auto bijna alles die uit handen kan nemen. En nu we dan zo richting het einde van onze reis komen, bijna op onze bestemming zijn, waar ik jullie nog even iets wil vertellen, moet ik toch wel concluderen dat die Tesla Model X met al zijn hulpmiddelen en al zijn gekkigheden me toch wel een beetje enthousiast heeft gemaakt. Want al die gadgets en zo, het is misschien niet nodig, maar het is wel weer heel tof dat er iemand is die zegt van ik wil dat, dus het wordt gemaakt. Ik blijf erbij dat zo'n touchscreen gewoon bagger is om te bedienen terwijl je aan het rijden bent. Dat vind ik gewoon echt waardeloos. En ik vind hem niet heel erg mooi, deze Model X. Maar verder heeft hij het eigenlijk goed gedaan. En dan wil ik het eigenlijk alleen nog met jullie hebben over de haat tegen elektrisch rijden. En waarom we die dan hebben. Want misschien is dat wel niet zozeer gebaseerd op de auto's die elektrisch zijn. Maar op de regelgeving en subsidies en dat soort zaken. Bestemming. Daar worden alle stroompjes gemaakt die in deze auto gaan. Daar. Dat gebouw. En dan zijn we er, jongens. De eindbestemming van onze reis. En ik moet jullie vast waarschuwen, want we gaan jullie proberen iets te leren in deze video. Ik weet dat we dat normaal gesproken niet proberen te doen, maar toch, ik vind het belangrijk. Die Tesla Model X, elektrische auto. Tesla probeert eigenlijk op alle mogelijke manieren om de randvoorwaarden te creëren dat we op een schone manier onszelf kunnen vervoeren. Alleen waar het misgaat is bij waar die energie voor die auto vandaan komt. Want er gaat gewoon stroom in. Dat komt uit kolencentrales in Nederland. Hierachter
staat een gloednieuwe kolencentrale die op een hele schone manier elektriciteit zou moeten opwekken. Alleen het probleem is dat dat hele schone dat niet lukt, omdat de CO2 die wordt uitgestoten, die zou eigenlijk opgeslagen moeten worden. En dat doen ze niet, want dat blijkt te duur te zijn. En ja, als iets te duur is in Nederland, dan laten we het lekker. Dus al die CO2 wordt gewoon lekker hup de atmosfeer in geblaft. Ja, en dat doet een heel groot deel van wat deze Model X schoner is, eigenlijk weer teniet. En dat vind ik gewoon zonde, want we hebben natuurlijke bronnen waarmee we energie zouden moeten kunnen opwekken. Waarom de Nederlandse overheid dat dan niet voor elkaar weet te krijgen, maar wel heel veel subsidie stopt in het op de weg krijgen van dit soort auto's, is mij een raadsel. Want als iedereen in een Model X gaat rijden of in een andere elektrische auto, dan hebben we nog veel meer van dat soort centrales nodig. Denk daar maar eens over na.